Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Dat ging niet zo lekker. Ik heb vanochtend al wat gefilmd, al was dat eigenlijk meer vannacht. Ik vond het een geweldig idee om te gaan opstaan voor de maanverduistering, bloedmaan. Goedemorgen of goedenacht eigenlijk. Ik heb mijn wekker gewoon zomaar gezet. Het zou heel mooi moeten worden, want een maaneclips. Oh, en een bloedmaan. Dus ik ben gewoon gaan kijken. Ik weet ook eigenlijk niet wat mijn bezielde. Want het is iets over vijven. Oh, sorry, mijn lampje gaat elke keer uit. Ik wilde niet zoveel licht nu. Maar het is wel heel grappig. Ik zal een stukje laten zien. Ik moet zeggen, het was op zich ook wel grappig, maar ik stond buiten en echt, hoe koud kan het zijn? En toen ging mijn bed weer in. Ik denk nog even slapen, maar ik was zo koud, dus ik lag wakker. En toen kon ik eigenlijk niet echt meer slapen, dus ik was echt mega vroeg wakker vandaag. En die voel ik nu. Dus dat is een beetje balen. Dus ik ben nu alles hier in huis aan het zetten. Er staat een was te draaien, de vaatwasser staat net aan. Ik heb een video die ik gisteren, dus aan het einde van de vorige vlog, gemaakt heb. Ben ik nu aan het renderen. En als dat klaar is, dan kan ik die uploaden. Dus dat staat allemaal aan. En ik denk dat ik nog even snel stofzuiger door het huis haal. En dat ik dan gewoon nog even ga slapen. Even inhalen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Gisteren eigenlijk niet meer gevlogd. Ik was heel erg moe. En ik was er niet echt bij met mijn hoofd, dus ik was mijn camera aan het opladen en toen ging ik weg en toen ben ik hem vergeten. En s'avonds ben ik eigenlijk alleen maar heel druk bezig geweest met editen en oude foto's uitzoeken. En ja, toen eigenlijk alweer naar bed. Vanochtend bezig geweest met allemaal kleding inpakken. Ik heb echt heel veel verkocht en ik heb nog niet eens alles aangeboden, dus dat gaat al echt top. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En dan wordt het tijd om nieuwe dingetjes te kopen. Ik had gezegd dat ik eerst, in ieder geval tegen mezelf gezegd, dat ik eerst dingen weg wilde hebben. En dan pas nieuwe dingen zou kopen. Dus daar ben ik goed mee bezig. En nu sneeuwt het buiten. Ik ga zo Sarah ophalen van school. Die eet vandaag tussen de middag thuis. Dus dan mag ik door een hele laag sneeuw. En ik ben er nog niet over uit wat ik daar nou precies van vind vandaag. Ik heb Sarah uit school opgehaald en we lopen nu in de sneeuw. Sarah verstopt elke keer haar gezicht, maar die heeft mijn jas ook vast. Ik vind sneeuw op wintersport best wel grappig, maar hier door al die gladde, glibberige, vieze, natte zooi. Ik heb wel een paraplu, dat scheelt al een hoop. Al waait het eigenlijk te hard voor het paraplu. Nou, snel naar huis en eten. En dan terug weer door de sneeuw. Yay! Zo, we zijn weer warm binnen. We gaan onder het eten even Sarah de stickerboek verder doen. Dus Sarah heeft toch liever dat ik ze plak. Dus dan kan ze wel meekijken. Nummer 6 hebben we. Maar ik had ze al uitgezocht op nummer, dus dat scheelt. We hebben een aardige stapel, hè, wat er weer in kan. Ja. 12. 20. 2, 3. En dat is? Eet even 22. Hey, nu praten we vol mond. 22. 36. Hé, hey, mijn vader was 36. Ja, maar nu niet meer. 46. 54. Ben je er blij van dat hij zo vol gaat? Ja. Gelukkig maar. Doen we het niet voor niets. 59. Die met die gekke meneer met die snoer. Ja, ben je blij dat je die hebt? Ja, want ik vind hem grappig. 67. Heel goed. Oh, dat wil ik een keer maken. Met ja? Dit allemaal. Ja, we gaan wel eens kijken wat we allemaal kunnen maken. Dan hebben we Monica. Die vind je ook leuk, want die ken je. Hoe noemen we haar altijd, tante? Momo. Tante Momo. Ze vindt haar vlogs altijd heel leuk. Tante Momo is dat. Oh, als we dat willen maken, ja, dat willen we maken. Wil je dat wel maken met garnalen? 81 daar. Waar? Nu zou je toch 81? Ja, hier, hè? Nee. Kom maar. Oh.
Mama, daar moet hij niet. Hij moet hier. 8-1. Het is toch 8-2? 91. Danielle. Spinazie pesto pasta. Yummy, dat wil ik pas maken. Dit wil ik maken, mama. Nog één kluitje erin. Dat is nummer 93. Steven. Weet jij dat die Steven... Hoe heet die helemaal? Kruiswijk. Ja? Kruiswijk. Steven Kruiswijk. En hij is een wielrenner voor Team Jumbo. Zo, we hebben de plaatjes er weer in. We komen er wel. Heb je het nou je zin? Ja. Ja, lekker hè? Weer onderweg naar school. Je bent een sneeuwmonster zo. Zo, ik ben weer thuis. Sarah is op school. Ik mag ze nog een keer de vrieskou in. Dus ik zit nu echt onder een dekje even op te warmen met een bak thee. Het was wel echt heel erg leuk hoor, naar school lopen. Ondanks dat ik echt een hekel heb aan de sneeuw. Maar we hebben echt heel veel pret gehad. We kwamen zelfs bijna te laat op school. En we gingen echt heel vroeg de deur uit. Dus het was gewoon heel gezellig. Maar ik heb het nu zo koud, dus zo de laatste keer en dan blijf ik vandaag gewoon lekker even binnen, denk ik. Zo, en dan gaan papa koeken bakken. Ja, we zijn weer een beetje opgewarmd en ik heb mijn hoofd er nooit op. Ik kan mijn camera hier niet anders zetten. Dus we gaan pannenkoeken bakken. En dan heb ik wat trek in. Lekker stevig met dit weer. Dus ik kan niet wachten, dus die staat de mixer al klaar te maken. Er kan nog niks fout gaan, want ik heb de stekker eruit. En we hebben pannenkoeken. Ja. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Sarah is op school en het is zo koud en glad buiten. Gisteren vond ik de sneeuw nog enigszins grappig. Maar nu is het eerst gedeeltelijk gesmolten en vastgevroren. Dus nu vind ik het echt verschrikkelijk, maar goed. En het is echt koud, dus ik zit weer eens met mijn theetje even op te warmen. En dan zo even flink het huishouden. Zelfs natuurlijk vroeg uit school en dadelijk naar ballet. Dus zo even snel een beetje huishouden en dan eigenlijk zelf al weer ophalen. Het is alweer avond en ik heb vanmiddag eigenlijk niet meer gefilmd. Ik ben met Sarah naar ballet geweest, maar daar mag ik natuurlijk sowieso al niet filmen. En daarna zijn we een kaartje gaan halen voor de juf. Haar juf op maandag, die neemt maandag afscheid. Namens de klas laten we alle kindjes op een kaart schrijven. In ieder geval hun namen dan. Ik bedoel, het zijn kleuters, dus ze kunnen geen hele verhalen schrijven. Dus dat gedaan en eigenlijk verder gewoon gekookt, even lekker samen bezig geweest met Sarah, dat is ook heel belangrijk. En nu achter de computer weer die foto's uitzoeken. En het is echt heel dubbel, aan de ene kant wil ik het echt heel graag af hebben. En heb ik ook zin om het af te hebben, maar aan de andere kant heb ik ook echt zoiets, ik heb er echt gewoon geen zin om het elke keer te doen. Maar goed, ik had vorige keer natuurlijk, had ik de computer alles laten optellen. En toen moest ik geloof ik nog 42.000 foto's of zo. Dus het moet gewoon wel echt even gedaan worden. En ik moet ook nog een video editen. Maar die komt iets later, want er staan nu al een aantal video's al klaar. En ik had wel, omdat ik heel veel aan het maken was, een beetje achterstand opgelopen. Dus dat moet ook nog een heel stuk bijgewerkt worden, maar goed. Goedemorgen, het is donderdagochtend. En het is vandaag echt zo'n dag waarom ik het haat als die sneeuwt. Het is één grote ijsvlakte. Net zijn we naar school gebracht en even in de klas de naam op de kaart geschreven. Volgens mij heb ik dat allemaal verteld. En nu net thee gezet, even
rustig opstarten. En dan denk ik dat ik mijn schoenen uit ga zoeken. Dat moet ik ook nog steeds doen. En dan nog allemaal laadjes uitzoeken met accessoires en zo. Maar dat gaat sowieso vandaag niet worden. Opa zou vandaag langskomen. En misschien komt hij dat ook nog. Maar ik kijk dadelijk even of het niet te glad is. Anders is het voor opa niet te doen. En ik red het vandaag niet om die kant op te gaan. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik hoop dat de zon dadelijk even heel fel gaat schijnen. Dan gaat het gewoon door. En anders moeten we even kijken of we er volgende week heen kunnen. Maar ik heb vanmiddag een dingetje staan dat ik ook nog weg moet. Dus dan is het net te ver rijden. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik ga even mijn theetje drinken. En mag ik het schoenen doen? Al heb ik echt vandaag gewoon geen zin om iets te doen. Daar hou ik toch nooit vol. Maar goed. Ik kon dus inderdaad niet echt stilzitten. Want ik heb gelijk de laptop gepakt. En er staat een video nu te renderen. En als die klaar is, doe ik die ook uploaden. Want ik ben voor nu aan het proberen dat er om de dag in ieder geval een video online staat. En misschien als dat goed gaat wil ik naar elke dag een video online. Maar moet even kijken, want dit is toch wel een dingetje. Ik lig natuurlijk nog wel achter, maar dat komt goed. Maar die extra video's zijn iets sneller te editen dan de vlogs. Dus daarmee gaat het dan wel beter. En dan ga ik zo even naar boven lopen. Even kijken of ik in ieder geval dan een stukje van mijn schoenen doe. Als ik niet alles doe, ik moet even kijken. Want ik moet Sarah ook dadelijk alweer ophalen. Ik ben begonnen in mijn kast. Ik ben hier achter alle schoenen op doos aan het zetten. En ik heb hier nog best wel wat staan. Dus dat ook even bij de dozen zoeken. En dan ga ik kijken wat ik weg wil hebben. En wat ik wil bewaren. En wat ik wil bewaren ga ik gelijk weer hier netjes zetten. Ja, ben benieuwd hoeveel er over gaat blijven. Ik heb alles nu zo staan. Ik heb de schoenen eigenlijk ook een beetje op kleur gezet. Ik heb ook hier echt veel weggedaan. Want dit stond allemaal vol. Dus dat vind ik wel fijn. En hier de speciale dingen gezet. Dit zijn geen dagelijks schoenen, want die zijn bijvoorbeeld voor dansen. Ik heb bolschoenen. Maar goed, ik heb dus overal nog wel wat ruimte over. Dus dat is top. Ik ben blij. En de rest ga ik even kijken of ik het nog kan fotograferen. Want dat wil ik bij daglicht doen. En dan gaat dat weg. En dan heb ik weer een stukje af. En dan moet ik alleen de lades hieronder nog uitzoeken. En dan heb ik mijn kast af. Dan wil ik de rest van thuis ook nog doen. Maar goed, dan heb ik een kast af. Het is alweer laat. Ik heb net een video geüpload. Dus die komt er weer binnenkort aan. Dus daar ben ik blij mee. En ik heb net nieuwe kleren besteld. Dat vind ik heel leuk. Ik ben echt super goed alle oude kleding die ik weg heb gedaan aan het verkopen. Daar ben ik wel heel blij van. Want dat droeg ik sowieso toch niet meer. Dus dat hing er maar te hangen. En ik heb nieuwe dingetjes. En ik ben me heel netjes aan mijn eigen afspraak aan het houden. Dus dat vind ik echt super. En ook nog wat oude fotootjes ondertussen aan het uitzoeken. Dus dat gaat goed. Ja, mijn planning voor dit jaar gaat tot nu toe heel goed. En we zijn pas net begonnen, maar ja, het voelt leuk. En ik maak het even snel af en dan ga ik naar bed. En dan morgen beginnen aan de volgende video. En dan moet het allemaal lukken. Het is wel donderdagavond, dus ik wil wel even deze vlog nog afsluiten. Leuk dat je gekeken hebt. Abonneer je onder als je dat nog niet gedaan hebt. En duimpjes vinden we leuk. Reacties vinden we leuk. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Heerlijk. Ja, je ziet het goed uit. Nee, leuk. Ja, ja, ja. Pak hem toch nog niet. Wel alvast even de ruwheid. Als we eraan komen.